Jij bent ook gescheiden, dus je hebt je dochter in co-ouderschap. Mm-hmm. Week om week met, je, met de vader van Mille. Hoe gaat dat? Heel goed eigenlijk. Wij zijn uit elkaar gegaan en dat was eigenlijk het eerste dat wij direct hebben gezegd van oké, we gaan het hier wel, we gaan altijd rekening houden met het kind. Ja, maar lukt dat ook? Want jullie zijn best al wel lang uit elkaar. Ja, maar wij appreciëren elkaar nog en als je heel lang samen bent geweest, dan ken je elkaar ook heel goed en ja... Ik weet gewoon ook wat Maarten niet leuk vindt en wel leuk vindt. En hij weet dat bij mij ook. En wij houden daar echt wel rekening mee. Ja. En wij zijn gewoon gemakkelijk. Wij zijn op dat vlak zijn wij twee gemakkelijke mensen. Wij willen geen ruzie maken. En alles is in het teken van Millen eigenlijk. Hoe gaat het dan met familiefeestjes, verjaardagen? Ja, dus, het zit namelijk zo. Wij hebben gewoon week om week. Maar als ik bijvoorbeeld een familiefeest heb en het is zijn week, dan... vraag ik gewoon van, ja, mag Mille er niet bij zijn? En dan zegt hij, ah ja, tuurlijk. Want hij weet ook dat Mille dat heel tof vindt. Dat is een kind die graag in ambiance zit, met heel veel mensen rond haar, ook wel veel aandacht vraagt. dan wisselen wij gewoon even. En jullie babbelen nog gewoon aan de telefoon? Ja, jullie communiceren? Hij stuurt de rapporten dan door. Wij bespreken dat. Wij gaan ook samen naar het... naar het oudercontact. Wij zitten daar dan samen, wij lachen dan. En ja, soms is dat wel eens nodig van, ja, hoe pakt jij dat aan? Want bij mij lukt het even niet. En dan proberen wij elkaar ook wel te helpen. Van ja, ik doe dat zo of zo. Hij is ook veel rustiger en zachter dan ik. Hè. Ik durf al wel eens een keer uitschuiven. Het klinkt bijna als het perfecte co-ouderschap. Ja, eigenlijk wel. Mille, vindt u een fijne mama, hoor? Ze is heel grappig en lief. Mijn mama is eigenlijk een heel voorbeeldige mama. Amai. Ze is heel lief en leuk en ze speelt en ja, we doen veel leuke dingen samen. Zij moest een keer met Op de Manaf, haar programma, moest zij een keer uit een vliegtuig springen en moest ze skydiven. Na de opname van skydiven, dan had zij nog een plekje vrij om nog eens te gaan skydiven in die tunnels. En dan mochten ik en mijn nichtje mee. En dan zei mijn mama, ik heb een verrassing voor jullie. En dan wisten we helemaal niet waar we naartoe gingen. En dan was het uiteindelijk zo in een tunnel skydiven.